Ik zou willen beginnen. Kan jij een sfeer schetsen van nou ja, zeg maar, het ouderlijk huis waar je in bent opgegroeid? Ja, je gaat het verleden natuurlijk altijd idealiseren. Dus ik heb een gevoel van ja, zonnige jaren, zonder veel problemen. Wij woonden eerst in een stadswijk. En een paar jaar voordat wij moesten onderduiken, ik denk in 1939, zijn wij verhuisd naar de buitenwijk Hilligersberg. Dat was toen nog een aparte gemeente, maar dat werd toen al gauw een deel van Rotterdam, een buitenwijk dus. Een typisch buitenwijk leven. Huizen aan elkaar, met voor- en achtertuintjes. En ja, spelen met de buurkinderen. Wier namen in mijn geheugen gegrift staan. Leni en Dedi heten ze. En mijn vader had een hele menagerie. Dat maakte enorme indruk natuurlijk op een kind. Een halve zolder was ingericht als volière voor tropische vogels. In de kamer stond een heel groot aquarium met tropische vissen. Er was een herbarium, en een terrarium bedoel ik eigenlijk, met hagedissen en dergelijke. En er waren marmotten, er waren schildpadden, er was wel eens een heremietkreeft, een vliegende hond, van alles. Dus dat was een huis vol met dieren. Tot chagrijn van mijn moeder, die het allemaal heel moeilijk en akelig vond. En zo erg dat de mensen niet meer wilden komen, dacht zij, hè, bij ons thuis. Ja, die waren bang ook voor al die beesten. Die waren bang als er opeens een vliegende hond uit de gordijnen kwam, bijvoorbeeld. En het ritselde van de muizen ook. Hè, natuurlijk, die op het voer afkwamen. Dus nou ja, dat soort herinneringen zijn het eigenlijk. Maar daarnaast zijn natuurlijk ook andere herinneringen. Ik kan me de eerste dag van de oorlog herinneren. Niet, gek genoeg, niet het bombardement van Rotterdam. Dat was natuurlijk een eind verder van ons. Wij woonden in een buitenwijk, maar ik had dat natuurlijk kunnen merken. Maar op een of andere manier is dit niet geregistreerd bij mij. Maar wel de eerste dag van de oorlog. Terwijl er eigenlijk ogenschijnlijk niet zoveel gebeurde. Alleen maar de sfeer in huis was het. En kleine gebeurtenissen zoals het vol laten lopen van dat bad door mijn vader. Dat was het idee dat je dan al van water had blijkbaar. En zo, ze dachten misschien, dus er komt een tekort aan water en dergelijke dingen. En ook vooral de spanning van mijn moeder die de ene sigaret naar de andere rookte. En zelfs even in tranen uitbarstte en dergelijke dingen. Dat maakte enorme indruk. Maar gek genoeg op straat, kan ik me herinneren, was alles gewoon precies hetzelfde als alle andere dagen. Dat is het rare, het leven ging dus gewoon door. Maar mijn grootmoeder, die was net of heel kort daarvoor uit Wenen gevlucht, via Londen in Rotterdam terechtgekomen, omdat er bij ons dan wel plaats was in huis. En die was in alle staten ook, maar dat kan ik me ook niet herinneren, maar dat weet ik van een buurjongen die ik pas een paar jaar geleden heb ontmoet en die het zich allemaal heel levendig kon herinneren. Die zei dat hij zich kon herinneren dat ze uit het raam hing op die dag van de 10e mei 1940. En zei, dit is een verschrikkelijke dag. En jullie zullen het wel merken dat het niet alleen voor ons heel erg gaat worden. Iets in die trant, heeft ze gezegd. Maar dat kan ik me dus niet herinneren. En het leven ging inderdaad ook, naar mijn idee, gewoon weer door. Alleen waren er misschien voor een kind nog niet eens zulke grote veranderingen. Zoals de eerste keer dat we weer met de tram naar de stad gingen. We gingen vaak naar de stad, mijn moeder en ik. Mijn moeder hield erg van uitgaan, boodschappen doen en nam mij mee. Gingen we taartjes eten in de Bijenkorf en dat soort dingen. En toen we dat weer deden, toen de trams weer gingen, dat was al vrij gauw in Rotterdam, want een nijver volk, hè. Dus de wegen waren al gauw weer vrij van het puin en de trams konden daar weer rijden. En dat je opeens al die enorme woestenij zag, althans van brokstukken van gebouwen en puin overal. Dat beeld dat zat om in mijn geheugen gegrift.
En toen zei ze, zo zachtjes, dat hebben de Duitsers gedaan of iets in die trant. Dat is zoiets wat mij bijstaat. Ja. Ik wil nog even naar jouw vader. Want hij zat in de textiel. Hoe ging het daarmee? Kon hij, zeg maar, tot wanneer kon hij dat doorzetten? Niet lang meer. Ik weet niet precies wanneer die opgehouden is. Maar ik denk binnen een jaar na de inval van de Duitsers. De Joden die moesten toen ontslagen worden overal. Zijn vader, dus mijn grootvader, had in Wenen een textielfabriek. En het was het idee dat hij als oudste zoon ook in de textiel door zou gaan. Wat achteraf gezien heel wonderlijk is. Want het ging al heel slecht met die hele textielindustrie. En zeker met die fabriek van mijn grootvader. Maar niettemin was hij naar Rotterdam gestuurd om het vak te leren op het kantoor van een exportbedrijf van textiel. Maar ook daar werd hij dus ontslagen. Ook hij bedoel ik. Ik denk na een jaar dus. En daarna ging hij zich bekwamen in het maken van sieraden van hout en van kurk, brosjes. Gewoon om iets te doen te hebben en om in leven te blijven. En het gek genoeg was daar een afzetmarkt voor. Hij verdiende er vrij goed mee. En hij was ook heel erg goed in dat soort dingen. Hij kon dat heel goed. Dus hij was heel goed met zijn vingers. Hij was goed in dieren. Het enige wat hij niet goed kon was op kantoor zitten. Dus hij had voorkomen het verkeerde beroep gekozen. Maar dit even tussen haakjes. Ja. Maar dat ging dus. Dus hij zat in een schuur in de tuin. Dat hij ingericht had als atelier eigenlijk. En dat had hij een assistente en zij werkte daar eigenlijk dagelijks aan die sieraden. Oké, en kwamen mensen dan daar komen? Nee, hij zette het af bij winkels die het verkochten, kennelijk. Ja. En misschien ook ondershands, ook hier en daar. Ja. Maar hij dacht nog altijd, kort voor de oorlog, dat het nog wel goed zou gaan. Dat heb ik pas later gemerkt uit brieven die gevonden zijn. Hij had ook het verkeerde idee dat de Duitsers Nederland wel met rust zouden laten. Terwijl mijn moeder dat helemaal niet had, die zag het altijd heel somber in. En die werd dan ook altijd als zwartkijker in de familie beschouwd. Ja. Maar ja, goed. Maar je vertelde ook dat je grootmoeder naar jullie toe kwam. Kwam, ja. In 39. Ja. Zij kwam met verhalen. Maakte dat... Ja, dat vond je daar iets van terug in die brieven? Of? Ja, in die brieven. Dat wel, maar ik kan me daar helemaal niets van herinneren. Ik kan me herinneren dat ze in huis was. Maar gek genoeg heb ik heel weinig pregnante herinneringen aan haar. Ze zat heel veel boven in een kamer die was ingericht met een aantal dingen die ze had mee kunnen nemen. Of die op een of andere manier in Rotterdam terecht waren gekomen. Die herinnerde aan haar leven in Wenen. En ik denk dat ze daar heel veel van de tijd bleef. En ze ging niet mee als mijn vader en ik naar de diergaarden gingen en zo. Dat was een groot uitje voor ons allebei. En dat soort dingen. Ik kan me net althans heel weinig van herinneren. Maar van de verhalen kan ik me al helemaal niets herinneren. Ik herinner me haar heel vaag als een vrij stille iemand. Melancholiek, droevig. En wat ook geen wonder was, haar man was net overleden, kort voor de oorlog begon. Dus kort na de inval van de nazi's in Oostenrijk, ja. Na de Anschluss. En toen heeft ze dus moeten vluchten. Ze had geen cent eigenlijk. En ze was helemaal zonder enig geld eigenlijk. Was ze overgebleven en had ze haar heil gezocht, eerst in Engeland en toen bij ons dus. Maar alles wat ik van haar weet, weet ik pas sinds enkele jaren, door de hele stapel brieven gevonden zijn in Engeland bij haar dochter. Waren ze achtergelaten en die heb ik toen in handen gekregen en ik wist nooit dat ze hadden bestaan. Dus ik heb haar alsnog leren kennen eigenlijk door het lezen van die brieven. Vele, vele decennia na dato natuurlijk. Ja, ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja, ja, ja. Ik zei het al even in de introductie, jouw moeder is half Joods. Die was half Joods? Ja. Haar vader was een Russische Jood, ja.
Die was al in het begin van de eeuw naar Nederland gekomen om zijn fortuin te maken. Hij wilde weg uit het milieu in Rusland. En was via Italië in Rotterdam terechtgekomen. En daar ging het ook heel goed. Hij is met een medefirman, met een mede-eigenaar, hebben ze een bedrijf gesticht dat het heel goed deed. En hij trouwde met een Groningse en kreeg een heel aantal kinderen. Dus die waren half Joods, half Nederlands, half Gronings. Een hele wonderlijke combinatie. Ja. 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 Maar omdat ze allemaal half Joods waren, ontsprongen zij vooral nog de dans. Alleen mijn moeder niet, omdat die getrouwd was als half Joods met een volledig Jood. Zij moest wel onderduiken. Dus haar zwartkijkerij was niet helemaal ten onrechte, bleek al gauw. Ja, nou, we gaan zo naar dat onderduik. Maar je zei al, of je vertelde dat je eigenlijk van de inval niets weet. Maar wanneer is nou eigenlijk het moment, hè, naast dat je zag dat Rotterdam was platgebombardeerd, dat je je echt iets van die anti-Joodse maatregelen, dat je daar zeg maar mee zelf als kind bent geconfronteerd? Ja. Nou, dat was waarschijnlijk het feit dat ik maar heel kort naar school ben geweest. Ja. Heel kort. Naar mijn idee een paar dagen. Maar misschien is dat overdreven. Misschien was het enkel een paar weken misschien. Maar veel meer kan het niet geweest zijn. En dat kon toen niet meer. En ik denk, maar ik kan me niet herinneren dat ze verteld hebben. Dat zal wel wat de achtergrond was. Dat wij Joods waren. Maar dat gek genoeg kan ik me dat niet herinneren. Ik kan me dat wel herinneren van het ogenblik dat mijn moeder een ster op mijn jas naaide. Met hele rare onhandige steken, want ze naaide gewoon heel slecht. Ze kon niet naaien eigenlijk. En ik zie me dat nog, dat ze dat deed. En toen hebben ze natuurlijk wel enigszins verteld, hè, van dit is vanwege het feit dat wij Joods zijn. Maar ik wist helemaal niet wat het was natuurlijk. En want wij waren, of niet natuurlijk eigenlijk, wij waren niet praktiserend Joods. Ik ben helemaal niet Joods opgevoed. Ik wist helemaal niet dat we Joods waren. Dat hoorde ik toen voor het eerst. En mijn vader was ook niet Joods opgevoed. Zijn ouders misschien nog wel in hun jeugd, maar al heel gauw ook niet meer. Dus dat was eigenlijk al langzamerhand helemaal weg uit de familie, eigenlijk weggeëbd, ja. Maar toen kwam dat in alle hevigheid natuurlijk naar voren. En toen kwam, niet veel later, ik weet niet meer precies of dat nou voor of na die ster was, een ogenblik dat het ook erg naar voren kwam, dat was dat ik gedoopt werd, nog alsnog, toen als zevenjarige, in de Remonstrantse kerk in Rotterdam. En dat zie ik ook nog voor me die dag. En dat was een hele mooie dag op de Westersingel. En ik voelde me heel erg raar. Want ik zag wel degelijk, er waren nog een aantal andere kinderen die daar ook werden gedoopt. Maar dat waren baby's. En ik was de enige die gewoon, een jongen van 7 jaar. Dat was natuurlijk een heel vreemde situatie. Maar ze hebben me toen gepaaid met het feit dat ik... Dan de volgende dag kon ik met ze mee naar een speelgoedwinkel en dan mocht ik iets moois uitzoeken. Dat was net zoals bij de tandarts, dan mocht ik ook altijd een autootje uit de speelgoedwinkel hebben. Maar dat is toch heel bizar voor een kind die niet weet wat Jood zijn betekent. Ja, of echt daar... ja, maar als kinderen aanvaard je alles op een of andere manier als je dan hoort dat is zo en die worden gehaat of zoiets. Ja, dat is dan een feit en dat... Ja, dat op een of andere manier, zo is dat dus kennelijk. Hè? En je vraagt je ook nauwelijks meer af, althans ik kan me niet herinneren waarom dat is en zo. Dat kan ook niemand uitleggen natuurlijk aan een kind waarom dat is. Het is natuurlijk niet uit te leggen eigenlijk, iets voorkomen irrationeels is het. Ja. Hè? Dus, maar het rare is dat al die dingen hun sporen nalaten, want nu een paar maanden geleden pas kwam ik... in het bijzijn van iemand die in de boeken van die kerk daar aantekeningen van had gevonden dat ik gedoopt was toen in de
ja, en hoe noem je dat eigenlijk, een soort logboek van zo'n kerk waar ze alles inschrijven. Maar alles wat, alleen mijn naam zag je daar nog staan, maar alles daaromheen was heel zwaar doorgestreept en zo. Dus hij degene over wie ik spreek, is een predikant daar. En die is erg geïnteresseerd in Joden die alsnog werden gedoopt en hoe dat ging in Nederland. En hij had erg graag willen lezen wat daar staat, maar hij kan het dus niet meer lezen. En hij had gehoopt dat ik nog iets kon herinneren daarvan. Maar ik weet alleen maar het feit. En ik kan niemand meer vragen natuurlijk. Nee. Want er zal erg over gedelibereerd zijn. Van kerken waren natuurlijk zo dat ze niet lichtzinnig, maar iemand doopte zomaar voor de grap, bij wijze van spreken. En ja, wij waren natuurlijk niet echt kerks natuurlijk. Hè. Maar niettemin hebben ze het gedaan. En hier en daar deden ze het wel, hier en daar deden ze het niet. Ja. Hè? Dat soort dingen. Dus hij is daar probeert daar een studie van te maken. Van hoe dat, maar dit even tussen haakjes. Dat van al dit soort dingen zijn altijd nog sporen te vinden, is het rare. Ja, of de gekste dingen. Ja. Dat is natuurlijk mooi. Ja. Weet jij of je ouders geprobeerd hebben met jou om weg te komen? Nou, pas nadat we ondergedoken waren. Ik maar kan niet daarvoor? Niet daarvoor, althans daar weet ik niets van, nee, nee. Ik kwam ook die dag van de onderduik, kan ik me heel goed herinneren. Ik was kennelijk een paar dagen weggestuurd, denk ik. Ik kwam terug van een logeerpartijtje, ergens bij vriendjes of zoiets. En ik kwam thuis en dan zie je meteen dat de hele situatie thuis anders is dan anders. Het was ook weer een mooie dag, althans zo denk ik dat nu. De gordijnen waren half dicht en de kamer zat vol met mensen. Onder andere mijn andere grootmoeder, de Groningse, zat er ook. En een paar andere mensen, een tante van me, misschien een buurvrouw en zo. En het was een hele gedrukte sfeer. En mijn vader ging met me naar de tuin en die legde uit, we gaan nu naar andere adressen. En we gaan onderduiken. En ja, als gezeggelijk kind aanvaard je alles en zo is dat nou eenmaal. En die assistente van hem zou mij wegbrengen naar een ander adres. En dat is ook gebeurd. En dan, ja, ik zie mezelf nog door die straat lopen. En dat je vooral denkt aan je autopet, wat daar nu mee gaat gebeuren en dat soort dingen. En die kinderlijke gedachten natuurlijk en zo. En toen gingen we naar het huis van mijn tante in Breda. En daar ben ik maar één nacht geweest, want dat werd toen te gevaarlijk gevonden. En toen op verschillende andere adressen. En mijn ouders gingen ook naar adressen waarvan ik het geen idee had waar. Weet je hoe ze aan die adressen kwamen? Geen idee, nee. Geen idee tot op de dag van vandaag. Ik heb daar geen enkele informatie over. Maar ze hadden kennelijk contact met mensen en, ja, die zich daarmee bezighielden. Via, 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 ongetwijfeld. Want mijn vader en mijn moeder niet, die is maar op één of twee adressen geweest. Maar mijn vader op een heel aantal, geloof ik. En ik zelf ook op een heel aantal, maar heel kort en heel lang op één adres. Maar hoe ze daar aankwamen, dat is volslagen een raadsel. Nee. Ik begreep uit eerdere interviews dat één adres waar je eerder dus zat, dat toch een behoorlijk vreselijke ervaring was. Zou je dat kunnen vertellen waarom dat was? Ja, nou, ik ben eerst heel even, ja, in Zwolle, ik kan me herinneren dat ik ergens in Zwolle zat en naar plattegronden keek, want daar was ik heel erg geïnteresseerd in de plattegronden. In Zwolle en in Amsterdam eventjes met mijn vader, maar dat komt misschien straks nog even aan de orde, want we toen een vluchtpoging deden. En toen op een gegeven ogenblik kwam ik in Utrecht terecht. En dat is inderdaad wel de zwartste periode in mijn leven geweest, terwijl die misschien maar een paar dagen heeft geduurd. En er was in mijn herinnering een hele droevige straat, zonder bomen, grijze kleine huizen. En een hele strenge mensen, naar mijn idee. En ik vond het af het eerste ogenblik vreselijk. Misschien waren het mensen die zelf ook heel gespannen waren. Of dat ze het alleen maar deden voor het geld. Ja. Je waren mensen die onderduikers namen omdat ze daar geld voor kregen en dat een enige verdienste gaf. Maar het feit deed zich voor dat ik daar, ik was waarschijnlijk nerveus in die tijd, in mijn bed deed. En ongelooflijk op een donder kreeg de volgende dag. En dat ze zeiden, je mag dat nooit meer doen of iets in die trant.
En dat het dan de volgende nacht, natuurlijk juist daardoor, weer gebeurde. En dat ik dat midden in de nacht al merkte, wat er boven mijn hoofd hing en zo. En dat de volgende dag, dat kan maar, of ik die uitbranders heb gekregen, dat zal wel, dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel dat ik die dag gewoon weggeglipt ben uit dat huis. Midden in Utrecht ergens. En dat zijn ook een van de raadsels. Het zit vol met raadsels allemaal. Wat er gebeurd is, maar dat ik op een of andere manier uit Utrecht ben terechtgekomen in Bilthoven. Ik was heel goed, wat ik al zei, in kaarten. Ik was gek op kaarten. Ik wist precies hoe bussen gingen en trams en al die dingen. Dus misschien dat ik wat geld had gegapt op een of andere manier en met de bus ben gegaan naar Bilthoven. Of dat ik gelopen heb, dat zou ook nog kunnen. Maar het rare is dat er allemaal ook daarvan dingen zijn gevonden weer van deze vluchtpoging. En ik kwam dus in Bilthoven terecht. En het rare was dat mijn grootmoeder daar ondergedoken zat, uit Wenen. Ja. En dat moet ik geweten hebben. Dat heb ik nu gemerkt uit die brieven. Maar ik ben helemaal niet naar haar adres gegaan. Maar naar het adres van een oud-tante ben ik gegaan, waar een overgrootmoeder van mij ook in huis was. Een oud-tante van mijn moeders kant. En daar kwam ik aan. En ik, hoe ik dat gevonden heb, is volstrekt een raadsel. Ergens in een van die vele lanen van Bilthoven. En ik tikte op het raam. En ik zie nog dat ontzettende schrik binnen toen ze mij voor het raam zagen. En mijn overgrootmoeder die was doof. En die deed helemaal zo met de armen, kan ik me herinneren. En ze had ook zo'n horen en dan moest je dingen inroepen en zo. En maar diezelfde avond heeft mijn oud-tante mij naar een ander adres weer gebracht, op een of andere manier achter op de fiets. Maar goed, dat is allemaal inderdaad gebeurd. Want je denkt op het laatst, misschien heb ik het allemaal wel verzonnen. Ja. Maar die dingen hebben na de oorlog ook vaak besproken en niemand begrijpt hoe dat gegaan is. Ja. Dus je zei al even dat jij met je vader een poging hebt gedaan om te ontsnappen. Ja, ik niet. Ik was natuurlijk een willoos. Ja, precies. Jullie hebben dat dus... Vanuit Amsterdam. We waren hier op de Willemsparkweg. Adres kan ik me ook herinneren. Want die tram ging daar langs. Hè? Ja. Lijn 2. En zo, dat kan ik me herinneren. En toen zeiden ze, ja, we gaan een avontuur doen. Hè? Zo werd het natuurlijk gebracht. En toen zijn we naar Tilburg gegaan. En een nacht in een pension of zoiets, een hotelletje geslapen. En daar met twee anderen, dat waren mensen ook uit Wenen, ouderen, ouder dan hij, een echtpaar, die hij moet hebben gekend van vroeger. Want zijn ouders waren bevriend, hè, met deze mensen. En toen zijn we met een soort gids die daarvoor ons zou, die daar betaald voor had gekregen, die zou ons de grens overloodsen op een of andere manier. En het idee was dat we via Spanje, Portugal of zoiets ooit naar Engeland zouden komen, waar een zuster van mijn vader woonde. En we gingen met de bus toen uit Tilburg die avond, het regende een beetje, naar een bepaalde plek niet zo ver van de grens. Daar moesten we uitstappen en die gids legde ons uit waar we ons moesten verstoppen in het bos. En dan zou hij ons daar komen halen. Nou, hij is natuurlijk nooit gekomen. En dat gebeurde natuurlijk wel vaker in die tijd, dat de mensen gewoon dat om het geld deden. En wij zaten daar in dat bos en toen zijn we daar gevonden door een marechaussee. Maar een marechaussee, godzijdank, van de goede kant, tussen aanhalingstekens. Ook dat weet ik. Het feit dat dat gebeurde kan me herinneren. Maar hoe het gebeurd is, dat weet ik uit een boek. Want die man heeft later zijn memoires opgeschreven allemaal, net uitgegeven. En dat hij een kind hoorde kuchen. En dat was ik. Ik had dus eigenlijk een soort hoest of iets dergelijks. En ik zat dus te kuchen ergens tussen de bosjes. En hij liep daar rond en hij heeft ons gevonden. En met een andere marechaussee hebben ze ons toen met een touw, dat weet ik ook uit dat boek, aan elkaar gebonden. Dat was niet dat ze ons kwaad wilden doen, maar voor het geval dat als de Duitsers ons zouden zien,
dat zij dan konden zeggen, wij brengen hen ergens naar de politie of zoiets. We hebben hen gepakt. Maar in tegendeel, ze brachten ons naar een hoeve daar in het bos van mensen die ook in het verzet zaten en die goed waren. En daar konden wij dus blijven. En die mensen, althans het meisje wat toen naar een huis was, of in huis, een dochter van deze mensen, die ken ik nog steeds. En ik wil de komende week bij ze op bezoek. Want die hebben eigenlijk ook een van de mensen die ons leven hebben gered toen. En wij zijn er maar heel kort gebleven. Mijn vader en ik, misschien maar 2-3 nachten of zo. Want hij was gespot door een NSB-agent, schijnt het, daar. Dus wij moesten meteen weg. Maar dat andere echtpaar is daar langer gebleven. Die zijn in een soort oude graftombe, hebben ze zich verstopt in het bos. En dan kregen ze elke dag eten van dat meisje van die mensen. En toen zijn ze door de marechaussee gebracht naar een adres in Amsterdam. Dat wilden ze niet, ze wilden zelfmoord plegen. Maar de marechaussee heeft hen overreed. Doe dat alsjeblieft niet, ik heb een goed adres voor jullie. En dat hebben ze helaas zich laten overreden. Heeft ze meegenomen naar Amsterdam, ergens bij het Oud-Zuid. Nee, Nieuw-Zuid, bij de Wolkenkrabber in de buurt. Adres gevonden, maar zijn daar helaas gepakt en ze zijn omgekomen. En die man heeft daar zijn hele leven wroegingen over gehouden. En ik heb hem later, na decennia, weer ontmoet. En dat was een van de vreselijke dingen waar hij niet overheen kon komen. Had hij ze maar een gang laten gaan, had hij achteraf het idee. Maar ja, hij heeft het toen met de beste bedoelingen gedaan natuurlijk. Ja. Was er een reden waarom jouw moeder dan niet meeging? Ja, daar kan je allerlei dingen over bedenken. Men zei altijd, het is verstandiger als gezinnen niet bij elkaar gingen, was er minder kans om gepakt te worden, dan liep je minder in het oog. Maar het was ook omdat, denk ik achteraf, dat het huwelijk tussen mijn ouders heel slecht was. Ze waren gescheiden, werd altijd mij verteld, en dat was ook voor een deel waar. Omdat ze het idee hadden dat het dan beter was als ze gescheiden zouden zijn. Hè? In de oorlog. Hè, toen, maar dat hielp voor haar. Omdat ze half was, dachten ze als ze dan gescheiden was. En dachten veel mensen, geloof ik. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Maar later heb ik begrepen dat ze ook gescheiden zouden zijn als het allemaal normaal door was gegaan. Hè? Dus dat kan een reden geweest zijn. Ja. Maar in elk geval is zij goed de oorlog doorgekomen. Ze kwam op een woonschip terecht bij iemand. En daar is de oorlog goed doorgekomen, ja. Okay. Jij komt uiteindelijk bij de dochter van de familie Krullenmuller terecht. Hoe kwamen jullie daar aan? Ja, dat is een grote, ook weer een van de vele raadsels waar het leven vol van zit. Ik heb altijd gehoord dat er een mevrouw was die zowel mijn familie kende als die familie. Een mevrouw, ook weer toevallig in Bilthoven woonde die. En dat zij de tussenfiguur was. Dus ik neem aan dat het geval is geweest. Dat mijn vader via haar op het spoor van die familie is gekomen. En hij heeft mij daar gebracht, dat weet ik. En misschien is hij daar nog één keer geweest, maar ook dat, ik weet niet eens 100% zeker, maar dat denk ik. Maar is dat een herinnering? Een herinnering. Dat hij mij daar gebracht heeft, dat is een herinnering, ja. Maar of hij daar nog een keer geweest is op bezoek. Want hij kwam in onderduik, daar vlak in de buurt bij een kleine boer. Ik kwam in hele goede omstandigheden, bij een hele veilige plaats, goede familie. En hij kwam op een hele vreselijke plaats bij een kleine keuterboer die omringd was door naijverige andere boeren met wie hij een slechte verhouding had. Dus op een hele gevaarlijke plek zat mijn vader. Daar vlak in de buurt, dat heb ik pas later begrepen, dat het daar vlak in de buurt was. Maar ik kwam dus daar, ik had het gevoel, ik denk dat het heel kort was
na dat geval in Utrecht, dat ik daar kwam. Ik had het gevoel dat ik in de hemel op aarde terecht was gekomen. Een fantastisch huis en van ontzettend aardige mensen. Zij woonde eigenlijk, het was in Ede dat ik bij ze kwam, op de Veluwe. Ze woonde eigenlijk een dorp verder in Harskamp. Maar daar moesten ze uit hun huis, omdat het was gevorderd door de Duitsers. Dus waren ze tijdelijk in Ede bij iemand die een heel groot huis had, hadden zij een deel van het huis. En dan kwam ik bij hen in huis. En ik werd gewoon als een van de hunnen beschouwd. En ik kon gaan staan waar ik wilde. Een tijdje ben ik nog naar een school geweest, misschien maar een paar weken of maanden, ik weet het niet, in Bennekom. Maar dat voelden ze toch na een tijdje, kan ik toch te gevaarlijk. En dat hebben ze toen, zijn ze dat gestopt. Maar ik las veel en ik keek veel kaarten en kranten en dergelijke dingen. Dus op een of andere manier dachten ze dat ik me wel redden zou. Maar ze wilden me wel een normale opvoeding geven. En toen hebben ze gedacht, we geven hem ook zwemles. En dat was een fataal besluit. En toen hebben ze mij naar het zwembad in Ede laten gaan. En er was een badmeester van het oude soort, die me meteen de eerste de beste dag de enorme vrees aan joeg. En mij het water in duwde en alles. Dus ik dacht, dat nooit meer. Dus de keren daarna ging ik altijd door het dorp lopen op de uren dat ik zwemles had. Tot het natuurlijk uitkwam en ik moest gaan. En toen ben ik ook weer, dat is allemaal onbegrijpelijk, gewoon ook weer weggeglipt. En in de trein naar Rotterdam gestapt. Want dat was natuurlijk mijn stad. Ja. En het zwembad was tegenover over het station, dus dat was ook een vrij logische stap om dat te doen. En ook daarvan zijn allemaal nog sporen gevonden, kort geleden nog in het gemeentearchief van Ede, van dit soort dingen, van dit uitstapje. Ja. Wat zijn dat dan voor sporen? Ja, nou, ik moet even vertellen, want ik kwam toen in Rotterdam terecht en als de conducteur kwam, ging ik op de wc zitten, in de trein en dergelijke dingen. Is allemaal goed gegaan. Een hele dag door Rotterdam gelopen en natuurlijk naar de buitenwijk gegaan waar wij woonden en zo. Natuurlijk volkomen irrationeel, want er was natuurlijk niks meer te zoeken. Maar je weet ook niet waar je anders heen zou moeten. Ik kwam niet in mijn hoofd op naar mijn tante te gaan, die daar woonde. Heel raar. Ik dacht, ik ben ondergedoken, dus dat kan niet, denk ik, of zo. Ik weet het niet. En toen ben ik 's avonds weer naar het centrum gegaan en ergens in een op de Westersingel weer toevallig zie ik dat ook voor me. In een schuilkelder gegaan. Mm-hmm. En daar gaan liggen. Gaan in slaap gevallen. En daar ben ik gevonden door een agent in de loop van de avond. Die gingen waarschijnlijk langs schuilkelders om te kijken of daar alles wat pluis was. Ja. En die heeft me naar het hoofdbureau van politie gebracht. En daar was een, ik denk nog altijd, een soort dronken rechercheur of iets dergelijks. Iemand met zijn benen op het bureau. En een fles bier bij de hand. Nou ja, die stuurde mij naar een cel, althans een soort kamer, waar we de hele nacht moesten blijven. En een aantal mensen zaten erin, de hele nacht. En de volgende ochtend kwam er een man in burger en die heeft mij naar huis gebracht. En dat is altijd nog een raadsel wie dat geweest is. Of dat een politieman was van het goede soort, hè, die mij in burger naar huis heeft gebracht. Of dat ze gewoon besloten hebben dat ze mijn verhaal geloven. Dat was een volkomen belachelijk verhaal wat ik vertelde. Dat ik noemde mijn naam, maar dan met de achternaam van deze mensen waar ik was. Omdat ik naar zwemles moest in Rotterdam, want ik had mijn zwempak bij me. En een onzinnig verhaal. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat echt geloofd hebben. Maar ze hebben mij gebracht en die briefjes die gevonden zijn, gingen erover. Over de kosten van de treinreis. Of die er voor de gemeente daar of voor de gemeente Ede waren. Of zoiets eigenlijk. Dat soort dingen. Ja. He, dus dat soort dingen zijn allemaal geboekstaafd. Ja. Ja, ja. En was je dan? Maar ik ben dus door de oog van de naald gegaan. En die mensen hadden nog andere Joden ook in huis. Is het gekke. Wat ik niet wist. Ja. Ik had het nog voorkomen niet in de gaten. En die hebben allemaal midden in de nacht, dat ik daar weg was in Rotterdam,
en zij niet wisten wat er met mij aan de hand was, hebben ze daar andere adressen voor moeten zoeken. En heb ik jaren en jaren later gehoord van iemand die mij opgespoord heeft. En die vroeg mij, weet je wel wat je ons hebt aangedaan? Weet je wel, wat wij allemaal toen moeten uithalen om niet gepakt te worden of zoiets. Maar de Duitsers zijn helemaal niet bij zich langs geweest. En uiteindelijk is het helemaal goed afgelopen dus. Is het gekke, ja. Want hoe was jij dan een kind van haar? Ja, ik werd als een neefje. Een neef. Een neefje uit het gebombardeerde Rotterdam. Dat was een verhaal wat geloof ik überhaupt al vrij veel verteld werd. Het gebombardeerde Rotterdam en zo. Dat was natuurlijk wel plausibel. Dat klonk wel goed. Maar ik kan me nooit herinneren dat ik bang was voor de Duitsers. Ik heb nooit heel erg bang gevoeld voor de mof op straat. Nee? Is het raar? Nee. Omdat ze zeiden, nou ja, je hoeft niet bang te zijn, je ziet er niet Joods uit, zeiden ze. Ik had rood haar, ja, dat zag men. Terwijl Joden heel veel Joods rood haar hebben, blijkt, als ik nu boeken lees. Maar, althans in Oost-Europa en zo, hè, was dat. Ja. Als je Jozef Rood leest, dan staat dat gewoon in. Ja. Maar dat was hier niet bekend, mij ook niet natuurlijk. Dus ik was helemaal niet bang voor Duitsers. Nee, de grote problemen die in die familie waren waar ik in huis was, daar waren echt grote drama's. Een jongen heeft zelfmoord gepleegd toen ik er was. Een ander heeft een poging gedaan zelfmoord te plegen. Zij was gebrouilleerd met haar familie. De mevrouw, de dochter van Helene Krullenmuller, was gebrouilleerd met haar familie. Ze had, dat wist ik ook niet toen, maar pas later, ze had twee broers die fervente nazi's waren. Dus dat was een ongelooflijke, tragische familie, al met al. Dus al deze drama's in die familie en de tragiek daarvan en de verdriet, dat maakte op mij veel meer indruk dan de hele oorlog eigenlijk. Is het rare. Ja. Dus ik had maar één ding wat mij gaande hield. Ik was dol op die mensen, maar ik dacht, na de oorlog ga ik dan naar mijn eigen familie terug. Dat idee zo. Dat hield je dan gaande. Oh, dat... Dat was een heel belangrijk houvast eigenlijk, ja. Want wat was jij voor een kind? Tja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk nerveus. Ik stotterde. Dat was een belangrijk punt. En daar maakte ik me enorme zorgen over en schaamde me vreselijk. Na de oorlog op school, het stotteren was een heel belangrijk iets. En ja, wat was ik? Ik denk dat ik veel las en eigen dingen deed. En mensen waar ik in huis was zeiden, waarom ga je toch niet buiten spelen met andere kinderen? Zo, dat bekende wat ze vaak zeggen. Hè? Waarom zit je altijd thuis hier bij ons? Dus dat soort dingen, ik weet het. Ja. Had je erg een heimwee naar je ouders? Ja. Ik denk het wel in het begin, ja. En naar de hond die we hadden een Chow Chow. Maar er was daar een andere hond bij deze familie die mijn beste vriend werd. Een zwarte, wit-zwarte spaniel, Billy. Dus dat soort dingen, ja. En de mensen waren natuurlijk zo aardig dat ze wel een enorm tegenwicht vormden. Dus in die zin hebben ze me doorheen geholpen, denk ik. In die zin, ja. Maar natuurlijk was er verlangen maar naar alles, hè, naar het hele leven van zoals het was. En omdat het zulke vreselijke dingen bij die familie gebeurde, had ik één grote wens, terug naar wat ik dacht, een gewone familie, een gewoon gezin. En ik zag wel eens door huizen, in huizen waar je dan langs liep, hele gewone gezinnen rond de tafel zitten en zo. En zo was het bij die familie niet waar ik was, weet je wel zo, hè, van met de beschuitbus op tafel, ik zeg maar wat, allemaal van dat soort dingen zo. En dat was, dus daar had ik meer verlangen naar het gewone dagelijks leven eigenlijk. Huh? Ja. Dat was het, ja. Maar ook na de oorlog kwam dat niet heel erg gauw. Want mijn moeder vond mij, die was dus overgebleven. En die kwam een paar maanden, denk ik, na de bevrijding op de fiets op een bepaalde dag. Ik moet dat hebben geweten, want ik zie me dan zelf nog zitten wachten buiten op haar komst. En ik zie haar aankomen fietsen. Het zijn altijd van die kleine beelden die je voor ogen blijven staan. En ik dacht, nu is het dan zover, de hereniging en
nu gaan we, nu zal ik met haar meegaan, hè? Dat denk je dan. En dat was natuurlijk een vreugdevol weerzien, maar ook een enorme teleurstelling, een bittere teleurstelling, dat er niets van inkwam. En nou, ze kon helemaal niet mij meenemen, ook psychisch niet, maar ook financieel niet, ze had niks, ze had geen huis, ze had niks. En ja, dus er kwam niks van in, dus ik bleef gewoon bij die mensen. En dat was een heel bittere pil, heel moeilijk. Ik ben daar nog 2 jaar gebleven. Dus tot eind 47. 5 jaar in totaal. Dus dat heeft een enorme stempel op mijn leven gedrukt natuurlijk. Ja, het verblijf van 5 jaar in een hele andere familie. Dus, ja. En kwam zij dan in die 2 jaar, kwam zij dan langs? Of? Ja. We hebben elkaar wel verschillende malen gezien. Het gekke is dat ik het ook niet meer goed weet. Sommige dingen kan je heel goed herinneren, een hele hoop dingen ook weer niet. Ze zal daar een paar keer geweest zijn, maar de relatie tussen haar en die familie was zeer slecht. Dus erg veel zal het niet geweest zijn. Ik denk dat ik een paar keer met haar bij haar moeder ben geweest, die toen in Apeldoorn woonde. En ook wel bij een andere familie van haar, nicht en haar man, de Toonler-familie, in Bussum en zo. Dus dat soort dingen. Dat zal het geweest zijn, denk ik, ja. En na 2 jaar ga je dan bij haar wonen? Na 2 jaar, toen was die mevrouw bij wie ik in huis was, hè, de mevrouw zelf, was overleden inmiddels. Ja. Dus werd het eigenlijk een onhoudbare situatie. Alleen een dochter was nog in huis. Nou ja, dat was niet een hele goede. Die was al een stuk ouder dan ik, een jaar of 10 of zo ouder, maar niet min. Was het geen goede situatie. Dus de voogdijraad kwam er aan te pas en zo. En ze wilden mij nog steeds niet afstaan, dat was een hele enorme touwtrekkerij. Ook dat kwam natuurlijk ontzettend vaak voor na de oorlog. Ja. Ik ben echt wat dat betreft een van de velen met wie dat gebeurd was. En er waren hele verhalen in de kranten over dit soort gevallen natuurlijk. Maar die voogdijraad, ik kwam dan nog herinnerd, ook mijn herinnering, maar een heel kort gesprek met een psychoanalist, een psychiater of zo. Die zei, waar wil je nou zelf heen? En ik zei naar mijn moeder, en nou, volgens mij was het gesprek bijna afgelopen alweer toen. En inderdaad, in een mum van tijd was het geregeld toen daarna. Heel raar, ja. Dus toen kwam ik ook in een hele andere soort familie terecht, ja. Ja. En hoe was dat om samen te zijn met je moeder? Nou, dat was niet gemakkelijk natuurlijk. Na een periode van 5 jaar, als je elkaar 5 jaar niet hebt gezien, plus nog die 2 jaar... extra, die horen natuurlijk in die 5 jaar, maar die 2 jaar extra maakte het natuurlijk extra moeilijk. Hè? Ja, er waren misschien, ja, ik weet niet, niet uitgesproken verwijten, ja, niet dat ik er maar zo bewust was, maar ik denk, ja, onbewust eigenlijk, ik weet het niet. Je kan je eigen gevoelens ook nauwelijks meer peilen eigenlijk, hè, in zulke situaties, hoe het nou precies zit. Dus dat was niet makkelijk en je moet je aanpassen aan een andere familie. Wij woonden dus in, bij mensen die wel een groot huis hadden, maar niettemin woonden wij bij hen met elkaar. En die familie had natuurlijk een bepaalde omgang met elkaar. Dat noemden de kinderen, de ouders bij de voornaam. En mijn moeder wou dat per se niet hebben, dat ik dat deed. Maar ik kon ook het woord mama of moeder of wat dan ook, kon ik niet over mijn lippen krijgen. Dus dat waren hele ongemakkelijke situaties. Maar ook dat zal met Joodse kinderen heel vaak het geval geweest zijn. Na zo'n lange scheiding, hè, ja. Dat de hereniging met de ouders natuurlijk heel, heel moeilijk is. Ja. Maar werd je opstandig? Uitte zich dat, zeg maar? Of nee, ik denk dat het allemaal naar binnen sloeg bij mij. Vooral, ja. Ja. En ik denk dat ik de hele hoop dingen zo met een boog omheen liep eigenlijk. Het noemen van het woord mama, daar kon ik makkelijk omheen van ha, hallo, weet je wel, hoe gaat het? Of ja, ik weet niet, dat soort dingen en zo. Hè. Denk ik dat het zo gegaan is. En natuurlijk heb je daarnaast een verheerlijking van je vader, die er niet meer is. Maar misschien ook wel enigszins terecht. Ik denk dat ik misschien wat sterkere band nog met hem had, denk ik. En ja, en omdat hij er niet meer is, wordt hij natuurlijk verheerlijkt. En ik had een bepaalde herinneringen aan hem natuurlijk. We gingen heel vaak samen
Want mijn moeder ging dan kennelijk niet mee naar de dierentuin. Misschien was het niet eens zo ontzettend vaak, maar in mijn herinnering is dat iets heel groots geworden, omdat hij dieren ook zo belangrijk vond, dus herinner je je dat. En meer van dat soort uitjes die ik me heel goed kan herinneren. En misschien dat je het daardoor verheerlijkt en ja, ik weet het niet. En daarnaast kwam dat mijn tante, die een hele grote rol in mijn leven speelde in Engeland, de zuster van mijn vader, die had het heel veel over hem en hun jeugd in Wenen en zo. En die had ook een slecht beeld van mijn moeder. Dus kan ook allemaal weer beïnvloed zijn, ook natuurlijk van buitenaf. Het is een heel complex, eigenlijk van hele ingewikkelde situaties, is het. Maar heel moeilijk was om daar een weg in te vinden. En dat soort dingen. Ja. En wanneer hoorde je dat je vader vermoord was? Ja. Ik kan het, hier heb ik zo'n een briefje. Wat wij kregen. Het rare is dat je dat ook niet meer weet. Eigenlijk wist ik het al heel lang. Het rare is dat ik toen bij die mensen was en ooit wel eens in de oorlog nog wel eens iets hoorde. Kinderen horen altijd veel meer dan mensen zich realiseren. Als ze denken dat kinderen niet aanwezig zijn of dat ze het toch niet kunnen verstaan. En dan hoorde ik dat ze het hadden over mijn vader en dat er iets heel ergs was. Ik denk dat ze het over hadden dat hij gepakt was, dat hij opgepakt was. Dat ze dat op een of andere manier gehoord hadden. En dus daardoor weet je natuurlijk nog niet wat er gebeurd is. En daar had ik geen idee van natuurlijk. Maar na de oorlog hoorde je heel veel verhalen van kampen. En dat het allemaal heel erg was. Dat is het enige wat je hoorde, heel erg. Dus aanhalingstekens. Dat waren van die, van die clichés. Hè? Heel erg verschrikkelijk en zo. Betekende dus ook allemaal niks. En en dan was er altijd de hoop, misschien komt hij nog terug. Maar dat werd natuurlijk vager en vager en vager. Dus eigenlijk was het al van binnen zo dat je erbij had neergelegd dat hij er niet meer was. En dan kwam er op een dag, en hoe, ik weet niet meer of mijn moeder dat nou bij zich had, een briefje. Ja, zo'n een getikt briefje zo. Zo. Wat staat daar dan? Vrij slordig getikt. Van het Rode Kruis. Een bescheinigung. In het Duits ook. Hè? Niet de moeite genomen om te vertalen, maar gewoon wat er gebeurd was. En dat hij dus op de 30ste maart 1943 uit Westerbork. Dat wist ik wel waarschijnlijk wat het was. Met bestemming Sobibor, tussen haakjes Polen, gedeporteerd was. En dat hij dan 2 dagen later, waarschijnlijk net zoals een paar andere mensen van wie ze dat zeker wisten, gedood was en vermoord. Dus Polen, wist ik wel waar Polen was. Een Sobibor, dat was een of andere raar kreet. Wat helemaal niets betekende natuurlijk. Ik wist niet eens dat dat een kamp was. Hè? Ik dacht een of andere rare, vage oord. Natuurlijk iets van verschrikking. Maar wat het, hoe erg het was, ik denk dat een kind zich ondanks alle verhalen, van vage verhalen over kampen, niet zich realiseert van hoe erg een kamp is natuurlijk. En wat er gebeurd kan zijn. En dat hoe erg het was, zag ik pas in een tijdschrift. Toen ik bij deze andere familie was, de Toonders, die hadden een grote leesportefeuille, zoals mensen vroeger hadden. Met heel veel Amerikaanse bladen erin. Onder andere bladen als Life en Look, maar Life vooral. En daar stonden elke week ongelooflijke prachtige foto's in, wat er allemaal gaande was op de hele wereld. En daar ook nog eens een keer over de kampen, weet ik nog een keer. En dat was eigenlijk de eerste echte confrontatie met de werkelijkheid, wat dat betreft, weet ik nog. Ja. Maar kon je daaraan denken? Of was het juist dat je daar eigenlijk niet aan wilde denken? Wat daarna of daarvoor? Nou, toen je dat dus zeg maar die beelden zag. Ja, maar dan, je kent dat, hè? Je stop je het weg toch. Hè? Kinderen, en zeker mensen überhaupt, denk ik, hebben toch enorme mechanismen om alles van je af te schuiven. Daar was ik een meester in, denk ik hoor. Ik denk dat het ook de hele habitus was, van als je ondergedoken was, dat je geleerd had altijd alles. Hè? Je moest nooit overlast zijn, je moest netjes gedragen.
Ik weet nog dat mijn vader bij het afscheid dat ook zei, gedraag je dan net zoals deze mensen en zorgen, nou ja, dat je aanpast en dat soort dingen. Netjes eten, en dat was ook allemaal het geval. Maar ook dat soort dingen, denk ik, dat je niet, ja... Is dat ook een lijfbehoud? Dat is een soort lijfbehoud, denk ik, ja. En zo'n foto's, hè, zoals dat. Ja, ik denk dat je dan zo'n tijdschrift heel gauw weer doorbladert. En zo'n blad als Life had ook prachtige foto's van filmsterren, altijd gelukkig. Ja. En advertenties en noem maar op, en andere dingen van prachtige natuur. Dus er was genoeg om je gedachten een andere wending te geven. En daar heb ik gewoon een levenslijn in gevolgd bijna, denk ik, heel lange tijd. Ik was één groot ding, ik wilde naar de film. En bij die mensen was ik ooit één keer mee naar de film geweest. Het was altijd al, ik weet niet waarom, mijn grootste wens. En ik vond het zo een openbaring. Ik wist niet dat er zo'n wereld was. En ik heb altijd gevoeld, dat heeft me daar doorheen gesleept, werkelijk, later. Ik had maar één grote wens, is naar de film. En gelukkig had ik mensen die af en toe mij daar de zin in gaven. Want in Nederland was het in die tijd, Calvinistisch Nederland, niet erg gebruikelijk. Maar ik heb het me wel dat kunnen doen, ja. Sprak je met je moeder over je vader? Of was dat... Nou, heel weinig. Nou, ze sprak wel, dat moet ik wel zeggen. Wel in gunstige zin altijd over hem. In bepaalde opzichten tenminste. He, van dat hij, dat hij heel begaafd was en dat hij goed met de dieren. En dat hij heel goed, hij kon heel goed fotograferen. Hij kon schitterend tekenen. Daar zijn ook voorbeelden van bewaard gebleven. En allemaal dingen die hij heel goed kon. En dat hij heel goede smaak had. Hij had fantastische kleren en zo. En dat vond ze heel belangrijk. En ik weet nog dat ze zei dat zijn dassen met overhemden en broeken, die waren allemaal op elkaar afgestemd. Dat soort dingen. He, dat kan ik me herinneren. Maar in de echte zin van het woord over hun relatie, hebben we het niet veel gehad, denk ik. Nee, heel weinig. Nee. Sprak zij over haar ervaringen tijdens de oorlog? Nee, en daar was misschien ook wel een goede reden voor, want zij, het was even tussen haakjes, dat ze eigenlijk een relatie kreeg met degene bij wie ze onderdook. Dus dat was een te pijnlijk onderwerp, ja. En dat was ook een van de redenen waarom ik na de oorlog niet meteen mee kon. Want hij zat echt niet te wachten op een jongen van 10, die er dan nog eens bij kwam toen. Dus dat was een moeilijk onderwerp, maar dat ging al gauw, ging het uit. En daarna heeft het toch nog een hele tijd geduurd hoor, overigens. Ja. Maar nee, dat was dus, daar heeft er ook niet heel erg veel over verteld, nee. Nee. En kon je zelf iets kwijt? Over die... je ervaringen tijdens de oorlog. Ja, ik zal die dingen wel verteld hebben in het kort, denk ik. Ja, ik weet het niet of daar toen veel over gepraat werd. Dat is een cliché verhaal bijna, maar iedereen weet dat. Dat er na de oorlog natuurlijk niet bijster veel werd gepraat over wat iedereen in de oorlog was. Dat allemaal moeilijk gehad. Je kent het verhaal allemaal wel. Hè? We gaan nu vooruitkijken, niet altijd maar alleen maar achterom kijken en zo. Ja. Dus dat was helemaal de stijl van de jaren. Dus heel veel hadden we het er niet over. En inderdaad, iedereen had zijn verhalen natuurlijk. Hè? En ik weet nog dat ik één keer is een verhaal dat vertelde aan een jongen van school. Ik weet niet eens meer wie het was. Dat we fietsten naar huis. En we hadden het over de oorlog op een gegeven ogenblik. En dat ik in het kort zo even zei wat er gebeurd was. En wat er met mijn ouders, of met mijn vader en mijn grootmoeder en dergelijke. In kampen en zo. En dat in het kort. En zei hij, goh, wat rot. En dat was meteen weer over wat anders. En dat is zoiets, een ongelofelijke ervaring. Dat je dus nooit meer, nee, daarover gehad hebt. Nee. Eigenlijk. Dus inderdaad had je het nooit over, nee. Pas toen ik die boeken heb geschreven, toen zeiden een hele hoop mensen met wie wij al tientallen jaren omgingen, ik heb nooit geweten dat jij in de oorlog ondergedoken hebt gezeten. Of dat er, nee. Dus we hadden het inderdaad letterlijk nooit over. Nimmer, nee. Dat is heel raar. Nee, want het is toch... Het is allemaal heel laat gekomen, als ja. Als ouders om een kind de onderduik in te laten gaan, is natuurlijk... Ja.
behoorlijk emotioneel. Ja, ongelooflijk, ja. Ja. En, ja. Maar ook daar hadden jullie het, wat het voor haar betekende om jou... Nee. Heb je nooit... Nee, dat heb ik nooit. Nee. Maar het moet iets ongelooflijks geweest zijn, zou je denken. Ja. Je kan het je haast niet voorstellen, hè, hoe je van een kind... Nee. In 1992 is het congres voor het onderzoek. Ja, ja, dat is voor mij een doorbraak moment? Geweest. Ja, dat is inderdaad een heel concreet ogenblik geweest. Ik weet nog heel goed dat ik aarzelde heel erg. Ik las erover in de krant natuurlijk dat het zou gaan gebeuren. Want we hadden helemaal geen contact eigenlijk met de Joodse gemeenschap eigenlijk. Wij waren natuurlijk niet lid van een of andere vereniging, of gingen niet naar de synagoge of wat dan ook. Dus je hoorde ook niets, hè, eigenlijk. En toen was dat congres in de RAI. En toen ben ik uiteindelijk toch gegaan. Ik dacht, ik ga toch meer als toehoorder misschien, om te kijken, hè, hoe dat is. En dat was werkelijk een verbijsterende ervaring eigenlijk, ja. En ik weet, vooral weet ik nog, het waren natuurlijk toespraken van Tijn en allerlei andere mensen, van allerlei dingen. En groepsgesprekjes had je. Maar vooral een gesprek wat ik had in een klein kamertje, dat kon je dan doen als je dat wilde. Als je meer wilde weten over wat er met familieleden gebeurd was. Om te kijken of er toch nog dingen extra gevonden zouden kunnen worden. Kon je dat je naam opgeven. En ik weet nog dat ik de naam van mijn vader op moest geven toen, en dan zit je daar gewoon in zo'n klein kamertje en zegt, en het noemen van die naam, dat was voor mij een soort, een hele emotionele ervaring. Dat is heel raar. Het gewoon simpelweg het noemen van de naam, ja. Dat is heel typisch. Ja, dat is echt een wonderlijk ogenblik geweest, ja. En nu, nu zou het me ook moeite kosten, maar in het algemeen, kan het nu veel makkelijker, nu na dat proces in München bijvoorbeeld. Die naam is daar heel vaak zo genoemd, in die zaal, ook door de rechter. Zo, dat het een enorme schok geeft ook, werkelijk. En ik heb hem zelf ook vaak genoemd in interviews en gesprekken en andere dingen. Dus nu is dat anders geworden, is het rare. Maar toen was het een... En ook een keer toen wij in Westerbork een keer waren, en toen die boeken voor het eerst... inkeken, die boeken waar alle namen zo, en dat je hem dan zo ziet staan, zo, ja. Dat soort ogenblikken, ja. 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 Je noemde het al, het proces Demjanjuk, dat mm-hmm. is ook een moment ja. dat je eigenlijk een soort van aanzet tot de zoektocht naar wat er nou met je vader is gebeurd. Ja, dat, maar dat was een toeval, dat was niet zozeer dat proces. Alles wel, dat ik net daarvoor mijn eerste boek had, nou werkelijk een week daarvoor kwam dat uit, stond toevallig. En dat kwam uit en er was publiciteit in de krant, er stond een interview in de NRC. En mijn buurjongen die ik net noemde, die las dat stuk en die herkende mij aan een heel klein plaatje, zo'n klein plaatje wat erbij stond. Niet de naam was het, maar dat plaatje. En toen heeft hij hemel en aarde bewogen, diezelfde dag nog, dat die krant verscheen, om mij te zoeken. En dat heeft hij gevonden toen. En die belde op. En die was 5 jaar ouder dan ik, in die tijd dat wij weg moesten. En dus hij kon zich allerlei dingen veel pregnanter herinneren daarvan. Ook zelfs het leeghalen van het huis door allerlei mensen uit de buurt en zo, dat soort dingen. Maar ook... Door een krankzinnige samenloop van omstandigheden woonde hij in hetzelfde dorp op de Veluwe waar mijn vader ondergedoken was. Dus die zei, nou ga jij nou maar, want de volgende dag moest ik naar dat proces. Het was echt de avond voor dat proces dat hij belde. De volgende dag moesten we naar München. En ik had eigenlijk veel meer zin toen om in Rotterdam te blijven en naar die man te gaan, bij wijze van spreken. Maar dat proces, hè, daar moesten we heen. Maar ze die gaan nog maar gewoon. En als je over een week terug bent, dan weet ik veel meer. Want hij kende daar iedereen. Hij woonde er al een paar tientallen jaren. En hij kende de veearts die iedereen kende en andere mensen.
ook die bij het archief van de gemeente Ede, want daar hoort het bij, werkte. En inderdaad, wij gingen toen terug, van, naar hem toe bedoel ik, en dan gingen we naar het gemeentearchief. Nou, dat was ongelooflijk, er waren allemaal dingen. Mensen staan er vaak niet bij stil, wat je nog kunt vinden in archieven. Onder de naam van mijn vader, dat was gewoon een dossiertje, was daar en zo te vinden. Onbegrijpelijk. Maar dat is lang niet in alle gevallen zo, hoor. Mensen moeten natuurlijk niet denken dat in elk geval dat je overal zo'n dossiertje vindt. Dat is een toeval, ja. In dit geval. Maar het komt voor. En vooral als je de namen weet van de daders. Dus degene, als je het geluk hebt tussen aanhalingstekens, dat de boeven, om het zo maar te zeggen, die de mensen hebben opgepakt, hele grote criminelen waren, dus grote nazi's. Dan zijn van die mensen grote dossiers. Dus in zo'n dossier, als jij dat dan weet, dat jouw familielid door zo iemand is gepakt, is er iets te vinden. Dus zo heb ik later in het Nationaal Archief nog allerlei dingen kunnen vinden. Maar goed, van het een van kwam het ander weer en zo. Maar in de Ede hebben we toen een hele hoop kunnen vinden. Ook dingetjes over het verhoor van mijn vader, dat hij gepakt was toen. En zo, de gekste dingen. En later in... Pas veel later, toen ik hem dat helemaal op schrift ging stellen, wat er toen ging gebeuren. Dat was dat klein kwaad, wat je noemt. Toen ben ik ook in het Nationaal Archief geweest. En daar in zulke dossiers over die daders. Ik had nogmaals het geluk tussen aanhalingstekens dat de man die mijn vader pakte, een van de mannen, was Abraham Kip. En dat was een enorme jodenjager. Die heeft ik weet niet hoeveel gepakt. En die is ontvlucht naar Argentinië. En heeft dan nog een heel makkelijk leven geleid tot zijn dood toe. Maar daar was heel veel materiaal over. Hij is ook tot verstek is hij veroordeeld. Na de oorlog. En daar ben ik een hele middag, echt de hele middag, vel na vel na vel doorgenomen, weet ik nog. En opeens vond ik daar briefjes in een kinderhandschrift. Dat waren mijn eigen briefjes. Die ik aan mijn vader had gestuurd. Die hebben ze dus kennelijk allemaal, alle spullen die er lagen toen die man gepakt werd op een of andere manier. En ja, die heb ik allemaal terechtgekomen in dat grote dossier van die vent. Dat is onbegrijpelijk. Gewoon de laatste briefjes die ik heel, heel kort voor de arrestatie van mijn vader aan hem had gestuurd. Maar zelfs dat hebben ze afgenomen. Ja. Ja. Maar het is onvoorstelbaar als je opeens... Ik duurde even voor ik me realiseerde dat ik ze zelf had geschreven. Dat had ik nog niet eens door natuurlijk. Al lezende krijg je dat door. Ja. Dat is heel raar, want er zaten van allerlei dingen over andere mensen. Maar dat het opeens over mijn eigen briefjes waren. Dat is heel confronterend. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Maar wat doet dat met je als je zeg maar helemaal eigenlijk erachter komt hoe hij is verraden, door wie die hem hebben opgepakt? Nou, het is onvoorstelbaar natuurlijk. Nou, je ziet, daarom heb ik het klein kwaad genoemd, dat het allemaal in een heel, heel ja, huiselijke, kleine, burgerlijke sfeer zich afspeelde. Het zijn geen, waren het maar grote, gruwelijke misdaden. Uiteindelijk zijn het dat geworden, maar de aanzet daartoe werd gegeven door kleine mannetjes, om het zo maar te noemen, bij zakelijke redenen eigenlijk iemand erbij wilde lappen op een of andere manier. En zo iemand aangaven en dat daardoor iemand gepakt werd. En dan zie je ook, als je de politiedossiers kijkt, dat het gewoon één van de vele kleine zaakjes waren die zich op zo'n dag voordeden. Je ziet van die politiedagboeken, vroeger werd het zo met de pen. En dat geeft een extra dimensie die mensen van nu moeten missen, helaas. Maar de manier waarop ze het inschreven, met de hooiberg in brand, een bontjas verloren, de poes weggelopen, ik zeg maar wat. En dan iemand jood gepakt bij die en die en die en die. En dan zie je dat het je eigen vader is. Dat is gewoon tussen al die kleinigheden staat het in. Het is gewoon een heel klein zaakje. Hè? En dat heel alledaags. Het gebeurde dus onophoudelijk natuurlijk. Ja. Dit was echt geen uniek geval natuurlijk. Dat is het erge juist. Dat maakt het zo onvoorstelbaar.
En daarom zijn deze tentoonstellingen natuurlijk en boeken die er verschijnen, weet je wel, als compensatie goed natuurlijk, hè, ja, voor wat er gebeurd is. Ja. En het proces tegen Demjanjuk, hoe belangrijk was dat voor jou? Nou ja, uiteindelijk ook heel belangrijk, al was het maar om het feit dat het woord Sobibor heel veel keren genoemd is. Anderhalf jaar lang, ze hadden ons gezegd, nou het gaat maar, je hoeft het niet zo erg te vinden, het gaat maar een paar maanden duren of zoiets. Maar het bleek dus anderhalf jaar te duren. En niet dat wij daar constant waren hoor, we waren er maar vijf, zes keer, ik weet niet meer hoe vaak we er geweest zijn, 6 weken of zo, elke keer een weekje gingen we erheen. En, maar elke keer opnieuw, en er is heel veel publiciteit aan gegeven, heel veel verslagen, heel veel interviews, heel veel televisie coverage was er van het hele geval. Dus dat, de naam Sobibor, die eigenlijk nog bij heel veel mensen nog altijd niet eigenlijk heel erg bekend was. Dat merk je in Nederland nog enigszins, langzamerhand, maar een hele hoop andere landen niet erg. Dus die werd nu veel bekender. En het feit dat er op deze ernstige manier toch nog, na al die verloren jaren die er geweest waren, een poging werd gedaan om recht te spreken. Hè? En dat die namen van al die mensen zijn genoemd. Althans, de mensen die, waar het om ging in deze periode. Hè? Als je het geluk had, om het nog maar weer eens te zeggen, dat woord, om hierbij te zijn, hè? Die mensen, dat die genoemd werden in zo'n zaal op deze manier. Nou, dat vind ik een groot goed. Ja. Ja. En er is recht gesproken. Hij is veroordeeld en hij is schuldig bevonden. Ja. En een hele hoop mensen zeiden toen, vind je het niet verschrikkelijk hoe het afgelopen is? Die man was al meteen weer vrij. Maar dat had niets met het rechtspreken te maken. Zo is het recht nou eenmaal. Hè? Je mag het hoger beroep afwachten natuurlijk. Ja. En iedereen die er verstand van had, zei, hij zou zeker een hoger beroep ook veroordeeld zijn. En het belangrijke is dat dit een precedent was in het recht daar, dat hierdoor het feit dat iemand schuldig werd bevonden, simpelweg doordat hij aanwezig was op die en die periode en die taken moest vervullen, dat je dan sowieso schuldig bent. Dat was een doorbraak. Dus ik ben erg blij dat het heeft plaatsgevonden. In Oost-Duitsland was dat al eerder het geval, blijkbaar, dat mensen zo schuldig konden zijn, maar in West-Duitsland niet. Dus toen was dit een belangrijk nieuw feit. Ja. Ja. Dus maar hoe vond je het om geconfronteerd met hem te worden? Ja, gek is, daar wen je al heel gauw aan. Het rare is, hij was een figurant in het geheel, ja, is het rare. De eerste dag ben je natuurlijk gefascineerd door iemand, maar hij zat er elke dag zo hetzelfde, lag hij erbij. Hij had gewoon eenmaal de act had hij besloten, in samenspraak ongetwijfeld met de verdediging, van dat hij het allemaal over zich heen liet komen en dat het hem niet aanging. Want hij was daar volkomen ten onrechte, was het idee. Dus hij lag daar zo, hij lag zo met zijn ogen dicht meestal. En je vergeet dat hij er is, is het gekke. Het ging er ook helemaal niet meer over, het ging om wat daar gebeurd was. Ja. Hij was eigenlijk een pion in het geheel. Hij was natuurlijk schuldig en hij had daar die functie vervuld. En hij had ontvluchten kunnen. Hij had heel veel mogelijkheden gehad om weg te gaan als hij had gewild. Hij kreeg weekenden vrij, dus hij had kunnen ontsnappen. Ja. Maar goed, in ieder geval, hij was niet zo belangrijk wat hij zelf, zijn rol in zekere zin. Ja. Maar het feit dat daar recht werd gesproken in het geheel. Hè? Ja. Wat dat betreft was je toch een voertuig, natuurlijk. Ja. Ja. Op welke manier werkt de oorlog bij jou door? Nu nog? Tja. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Dat je bijna niet voor kunt stellen dat het echt gebeurd is. Ik heb heel erg het gevoel als ik terugkijk dat het over een ander gaat. Het lijkt wel of diegene die ik toen was en degene die ik nu ben, dat twee verschillende figuren zijn. Een soort
gespleten persoonlijkheid soms, ja, lijkt het. Ja, het is iets van een andere tijd. Je kunt je niet voorstellen als je hier zo rondloopt nu, dat het allemaal hier in deze omgeving dit zich heeft afgespeeld. Dus het is iets aan een andere wereld eigenlijk, hè, is het. Ja. Een andere werkelijkheid. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk, ja, je kent dat allemaal, hè, wat er allemaal gebeurt in de wereld. En je hoeft maar om je heen te kijken en voorbij de grenzen althans. En de kranten lezen en noem maar op. Je weet wat er gebeurt. Dus zo onbegrijpelijk is het ook weer niet. Maar toch op deze manier, als een soort industrie, dat is toch niet vaak op deze manier voorgekomen in de wereld. Nee, nee. Nee, nee, op deze koele, zakelijke manier, nee, nee. Dat is toch, toch vrij uniek, denk ik. Ja. Ja. Dat is het, ja. Ja. Ik wilde vragen aan het publiek of er misschien nog iemand is die een vraag aan Paul zou willen stellen. Is er iemand die nog iets zou willen toevoegen? Ja, ik ja? moet zeggen. Ik ken Paul, hij, zolang als ik leef. Ja, het zou eigenlijk heel makkelijk geweest zijn als we hadden gewild. En ik heb nog geen idee van waarom het niet gebeurd is. Een paar jaar geleden zijn we daar geweest. En toen hebben die mensen ons nog eens helemaal rondgeleid op die plek waar wij gevonden zijn. En ze hebben het allemaal laten zien. We weten precies de plek waar het zich heeft afgespeeld. En toen pas realiseerde ik me, we hadden alleen maar nog een sloot hoeven over te steken eigenlijk. Hè? Daar kwam het op neer. En dan waren we in België geweest. Niet dat je in België dan meteen nee. veilig bent. Maar het was toch de illusie die ze hadden kennelijk. En sommige mensen is het gelukt. Via. Dus waarom we dat, ik denk dat ze dat ook niet hebben geweten. Ach, het is ook allemaal één absurditeit natuurlijk. Hè? Het hele leven. Ja. Zoals het allemaal gaat. Dus het is gewoon één sloot verder. Was het eigenlijk. Dus waarom we dat niet hebben gedaan? Ik denk, ja, dat was ook allemaal. Het was misschien was het wel een soort luchtspiegeling. Hè? Een idee van, ja, we moeten dit doen en proberen. Misschien was de moed ze ook ontnomen dat het al meteen fout ging. Hè? De eerste, de beste helper bleek al iemand te zijn die gebruik maakte van de situatie. En, of was die man misschien ook gepakt? Weet je daar weet ik niets van, nee, ik denk het niet hoor. Maar het kostte ik ook denk geld, het niet. Hè? Het kostte geld, wij hadden dus een hele hoop geld verloren daaraan en ze hadden heel weinig geld. Dus ik denk ook misschien dat de middelen ontbraken en zo, maar ik denk ook dat ze geen moed meer hadden misschien. En ja. Maar je vader had jou mee kunnen nemen, kwam met z'n tweeën verder. Ja, maar ik weet niet waar die heen ging. Ik weet ook niet meer waar we naartoe gegaan zijn daarna. Ik kan me gewoon niet herinneren. In mijn hoofd, maar dat kan net anders zijn, ben ik toen bij die familie Kullenmuller gekomen. Maar misschien is dat niet helemaal zo. Maar ik denk niet dat er veel tijd tussen zat. Hè? Misschien had hij dat contact met die tussenfiguur toen. Ja. Op een of andere manier. Maar ja, wat de overwegingen zijn, ik was natuurlijk 7 of 8, misschien net 7. Ja, dus ik weet natuurlijk niet waarom dingen gebeurd zijn. Hè? En ja, mensen deden ook in paniek dingen, ben ik bang, vaak. Hè? Ja. Vaak in paniek en om de verkeerde redenen soms. Hè? Ze deden een hele hoop dingen fout. Mijn vader ook heeft echt dingen fout gedaan, ongetwijfeld.
Dat kan ik achteraf wel zien, ook te lang gewacht vaak. Hè? Ook voor de ik bedoel, ook in het begin van de oorlog en voor de oorlog nog begon en zo, ja. Vooral toen. Zijn broer heeft het allemaal net goed gedaan, die kwam uit Oostenrijk en die is nog net op tijd naar Engeland kunnen ontsnappen vanuit Oostenrijk. Die heeft alles, ze heeft geen dag verloren laten gaan. En die is toen vanuit Engeland met hulp van de Quakers in Australië terechtgekomen. En toen, daar is het goed mee afgelopen met die mensen. Ja. Dus ja, de een heeft meer geluk dan de ander op een of andere manier. Het is ook de daadkracht. Maar ja, mijn vader zat ook in een hele moeilijke positie. Die eerste geen geld, vrouw en kinderen. Een kind bedoel ik. Was maar waar, kinderen. Ja. Maar ja. Het is ook moeilijk te vergelijken natuurlijk allemaal, ja. Met elkaar. Ja. Ja. En hoe heeft zeg maar, deze ervaring, die oorlogservaring van jou, jouw Joodse identiteit beïnvloed? Nou ja, ik heb hem alsnog enigszins gekregen doordat dat ik hier zit bijvoorbeeld. En dat ik nu vrij vaak, weet je wel, dit soort dingen opeens meemaak en zo. En dat gebeurde vroeger nimmer, nooit. Helemaal nooit dus. Want ik zei al, een hele hoop mensen wisten niet eens dat ik Joods was. Die hebben nooit bij stilgestaan, blijkbaar. En dus eigenlijk, ja, hoe kan je dat? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja. Maar is het gerelateerd aan de oorlog? Of is het dat je een ander gevoel nog hebt? Nee, het is toch wel gerelateerd aan de oorlog, ben ik bang. En aan alles wat er gebeurd is. En, ik kan het niet loszien van elkaar, helaas. Nee. Nee. We kennen ook helemaal niemand in Israël, maar dat... Niet dat dat voor zoveel zegt, natuurlijk. Nee, nee, nee. En jouw grootmoeder is al in 1910. Ja. Heeft ze zich al laten 1910? Ja. Heeft zich laten dopen, ja. Evangelisch Luthers. Ja. Dus dat hele Jodendom is gebleven in de hele familie. Ja. 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 Ik wilde nog even een paar... Foto's hebben we. Hè? Dat is mijn moeder dus. En dat is mijn vader. Ja. En dat is een foto die na de oorlog gemaakt hoor. Die is na de oorlog gemaakt. Een paar jaar na de oorlog. Toen men vrij kort bij de Tonenfamilie woonde. Dus in denk ik in 48 of zoiets. Oh. Denk ik. En die is gemaakt zo. Denk ik in de jaren 30. Ja. Tweede helft jaren 30 denk ik. Zo. Ja. Ja. Nou ja, dat was door mijn vader gefotografeerd. Nou, 38 staat eronder. Zelfs de datum 3 september. 38, leren lezen. Ja, heel duidelijk, ABC-boek. Ja. En dit is de familie waar ik dus al die jaren ben geweest. Die familie, die mevrouw met die baby op de arm, dat was, die noemde ik altijd mevrouw. Zij zei altijd, noem mij toch oma. Maar dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. En tot mijn verdriet ben ik er altijd mevrouw blijven noemen. Want ik wist, mijn oma's die zijn anders. Hè? En dat is dus die mevrouw. En dat is een van haar dochters. En dat ben ik helemaal rechts. En dat is een kleindochter met wie ik nog steeds omga. Die woont vlak bij ons in Rotterdam. En dat is een kleinzoon. En dat is een tante. Van de familie, ja. En dat is het huis waar ze uit moesten toen in de oorlog. En in Ede ben ik bij ze gekomen. En in de oorlog kwamen we alweer naar Harskamp, waar ze toen woonden. Maar niet in dit huis, maar een ander huis. En toen pas na de oorlog zijn we in dit huis gekomen, wat helemaal uitgewoond was door de Duitsers en de Canadezen daarna. Ja. Maar toch, ja. 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 En dat is mijn grootmoeder. Die in de wolkenkrabber hier in Amsterdam ondergedoken heeft gezeten. Maar op het laatst daaruit is gegaan, pas in 1944. En ook door verraad is gepakt. Misschien door een van de portiers van de wolkenkrabber, lijkt het waarschijnlijk. En, ook, en die is toen op 6 maart 1944, op mijn 9e verjaardag, is zij in Auschwitz vergast. Haar portret is hier. En haar portret
belangrijkste vergeet ik bijna nog, is hier te zien, ja. 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 Paul, ik wil je heel erg bedanken. Ja. Dat je je verhaal met ons hebt willen delen.